Sander Kingma, je bent een van de eerste die dit jaar hier op Calavasie het ijs probeert. Hoe is het? Het ijs is op zich wel hartstikke mooi. Alleen doordat het zo hard vriest heb je bepaalde sneeuwplekken die vastgevroren zijn. En daar kom je in en dan sta je dus gelijk stil. Dus, maar goed, dat teuzeil dat gaan ze nog schaven en vegen. Dus ja, wel wat scheuren, maar ik vind het ijs op zich redelijk goed. Dus over de ijscondities geen klagen? Nee, op de achterste lus daar zit, daar zijn auto's doorheen gereden, daar heb je sporen, dus dat is even een link stukje, maar de rest vind ik redelijk tot goed. En dan vooral de vraag waar iedereen hier in Nederland, Finland of in Nederland het over heeft, hoe koud is het? Ja, het zonnetje is erbij, hè, dus het is echt heel koud. Ja, ik heb net één rondje gereden en ik weet nog niet hoe het, ik denk dat ik nog meer kleren aan moet, maar... Het is voor je gevoel is het nog wat kouder als vorige week. Ja, het is echt, je hoort het als je loopt, dat sneeuw, dat klinkt net als een soort piepschuim onder je voeten. Ja, het is echt bitter koud en hoe harder je schaats, hoe erg natuurlijk die kou op je lichaam inspeelt. En ik hoop gewoon echt dat het niet nog kouder wordt, want dan wordt het gewoon een beetje gevaarlijk. En zoals nu is, kunnen we gewoon een hele mooie wedstrijd rijden die... Waarschijnlijk heel erg zwaar wordt, maar waar de echte mannen denk ik wel overblijven. Nou, ik heb nu 3 lagen op mijn benen. Dus op zich, ik dacht, was eerst zelfs te bang dat het een beetje te warm zou zijn. Maar dat is dus nog niet echt heel erg warm. En ik heb mijn jekje maar aangehouden. En het zonnetje komt er wel echt goed bij nu. Het warmt wel aardig op. Dus ik hoop dat het zaterdag ook zo gaat gebeuren. Ik mocht iets van 20 kilo bagage meenemen. Ik denk dat ik 15 kilo daarvan aan heb getrokken. alles wat ik zo'n beetje heb, heb ik aan. Ik denk dat het heel omstandig is, als je nou zonder de zon gaat rijden, dat het dan echt problematisch wordt. En ik zou wachten tot de zon er is. En dan liever om 4 uur finishen dan om 2 uur met bevroren tenen. Wat voor wedstrijd wordt het? Hele zware wedstrijd, want achter op het meer daar waait het ook. En doordat het daar ook nog slecht is, ik denk dat daar de slagen gaan vallen. Dan moet je ook gewoon, dan moet je erheen en overheen kunnen. En als dat niet lukt, dan heb je een probleem daar. Je bent een van de mannen in vorm op natuurijs de laatste tijd. Je bent in strijd om het klassement nog. Wat voor kansen maak je? Wat ga je doen zaterdag? Ja, het is gewoon een strijd tussen mij, of Jan Maarten en mij. En we moeten gewoon kijken wie de sterkste is. Ik denk op zulke ijs, met zulke omstandigheden, dan... ik denk niet dat je echt kan schuilen wat in Zweden wel kon. En dan zal de beste van ons twee wel winnen, denk ik. En wie is de beste? Ja, dat ben ik natuurlijk. Hey Kingma, doen we nog een rondje? Ja. Oké dan. Hey, hoor. Hey, daar hoor. Ja, om 2:30 is het hè? Ja.